Dit is de enige avond dat ik eens wat dingen in huis kan halen. Dat heb je met dat vrijgezellenleven voor jou. Ja, braaf. Koes maar. Daar heb ik er graag voor over. Ik moet er in die boekhandel nog een paar tijdschriften uitzoeken. Weet je wat me nou de hele tijd niet loslaat? Nou? Vanmiddag, hè? Die jongen die er het stomste uitzag van het hele stel. Koos Schenkel? Ja. Ik heb het gevoel dat die knaap het zwaar achter zijn ellebogen heeft. Hoe bedoel je? Ik vond ze alle vier niet erg betrouwbaar. Ik weet het niet. Het is natuurlijk te vroeg om hem met wat dan ook in verband te brengen, maar ik heb zo'n idee. Kijk daar eens. Wat? Waar? Voor die brillenwinkel. Onze Turk! Verdomd als het niet waar is. Kom mee! Daar kan niet zo vlug, vanwege die boodschappen. Wacht me even. Ga weg, meneer. Ik ben hem kwijt, hè? Ja, hij is daar. Hij is naar de uitgang. Naar het parkeerterrein. Ik deze kant, jij die kant. Oké. Een hoorspel in vier delen naar de gelijknamige politieroman van Jackie Lawrence Cole. De werking Tom van Beek. Regie Hero Muller. Vandaag het derde deel. Zo. Alsjeblieft, de kogel. En? Nou, onze Turk mag van geluk spreken. Haalt hij het? Erik trouwens ook. Ja, ik dacht nog eens, we komen, daar gaat hij weer. Maar hij had zijn bliksem snel achter een auto laten vallen. Het is jammer dat hij nou niet gezien heeft wie de flinke schutter was. Ja, jammer, hè. Morgen, heren. Goedemorgen. Ja, ik dacht dat vorige gaatje is nog net dicht, dat ik nou even voorzichtig weer. Ja, gelijk heb je. Zo, je bent al bij het ziekenhuis geweest, de griep? Ja, hij komt er weer bovenop, zegt de dokter. Een taaie, net als jij. Hij heeft de kogel eruit gewurmd. Al onderzocht? Ja. Max heeft hem geïdentificeerd. Hetzelfde wapen als waarmee Hanny Blijleven is doodgeschoten. En dezelfde tactiek. Van dichtbij neerknallen. Maar deze keer heeft hij net niet goed genoeg gericht. Al met al, het ziet er naar uit dat die Turk inderdaad onze sleutelfiguur is. In ieder geval ongeveer het enige houvast dat we hebben. Meneer Stoelen? Ja. Leuk, pak hem maar. Dank je. Zet de zaak nog maar eens op een rijtje. Hè? Dat is altijd goed aan het begin van een nieuwe dag. Hanny Blijleven, juffrouw van de sigarenwinkel, wordt zaterdagavond doodgeschoten in haar winkel. Juist. De moord blijft onopgemerkt tot zondagavond. Dan wordt het lijk gevonden door een stel studenten. Frans Valster is een molenkamp bij de toren. Je hebt een kop als een ijzeren pot van aan, zeg. Frans. Die studenten waarschuwen de politie. Verder weten ze van niks. De ouders van die Frans gingen om met het slachtoffer. Frans noemde haar tante. Van hem weten we dat ze een eenzaam leven leidde, dat ze hield van dieren en van kinderen. Verder weten we weinig over haar persoonlijk leven of interesses. Behalve dat ze altijd kankerde, hè? En dat ze uit jaloezie wel eens een rotstreek heeft uitgehaald. De mensen uit de buurt weten van niets. Tot weinig vrienden. In haar fotoalbum staan alleen plaatjes van dieren. Behalve die ene foto waarop een man staat. Ja, onze Turk Mahmet. De jongens uit dat obscure winkeltje aan de overkant herkennen die Turk als de man die bewuste zaterdagavond bij Hanny's winkeltje heeft rondgescharreld. En nog voordat we de man te pakken hebben, wordt hij neergeknald. Voor jullie ogen, mag ik wel zeggen. Dat mag je best zeggen, ja. En dan moeten we wachten tot we hem kunnen verhoren. Van wie had Mahmet die wagen geleend? Van een vrouw met wie je bevriend is. Meer dan bevriend, hoor, waarschijnlijk. Ze is serveerster in het restaurant van het dierentuin. Struisse dame, hè. Heeft ondergedoken gezeten? Alles draait om de vraag. Waarom? Waarom? Hij is illegaal, zoals de vele buitenlanders. Die tante heeft hem onder de hoede genomen omdat hij zich wezenloos geschrokken was dat de politie belang in hem stelde. Hij is getipt door zijn vrienden in het pension waar hij woont. Als dat werkelijk de reden is waarom hij zich uit de voeten heeft gemaakt, is hij er zich dus helemaal niet van bewust dat hij iets belangrijks wist. Nee, het is te hopen dat hij zich nog iets weet te herinneren van verleden week zaterdagavond. Als hij zich überhaupt nog iets weet te herinneren. Ja. In ieder geval is iemand anders, waarschijnlijk de moordenaar, er zich maar al te zeer van bewust dat hij iets belangrijks wist.
En de nood moet nogal hoog zijn geweest, want anders had die schutter wel een betere gelegenheid afgewacht dan daar op die drukke parkeerplaats te gaan staan schieten. Op de koopavond nog wel. Ja. Je zou haast zeggen dat hij geweten heeft dat we achter de Turk aan zaten. Maar dat hebben we ook niet onder stoelen of banken gestoken. We hebben overal met die foto lopen leuren. Ja, dat is risico, hè. Je moet toch ergens beginnen. Wat denk jij van die minderbroeder? Die moet ik houden. Nee, heeft er niks mee te maken. Volgens mij dan, hoor. Als het wel zo was, dan zou hij ons niet zelf op het spoor van die Turk gezet hebben. Of alleen maar zijn kies op elkaar hoeven te houden. En er zou nooit iemand geweten hebben dat Macht net rond dat tijdstip van de moord door de kruisstad heeft gescharreld. Misschien was hij bang dat een van de andere jongens iets zou zeggen. Ja. Die hadden het tenslotte ook gezien. Ja. In dat geval was het zelfs heel slim om er zelf mee aan te komen. Is dat toch, hè? Wat is dat? Te denken dat we de moordenaar bijna gezien hebben. Tja. Zijn de ooggetuigenverslagen van gisteravond al uitgetikt? Ja, ja. Niets bijzonders, hoor. Niemand heeft hem gezien als je het mij vraagt. Net zo min als wij. Kijk, natuurlijk wel een paar mensen die zeggen dat ze hem gezien hebben. Hè? Een magere, het was weer een dikke of een kleine of een grote of een blonde of een zwarte vent. Je weet het wel. Tegenstrijdige verklaringen waar we niks van hebben. Gelukkig vielen ze gauw door de mand. Goed. De Griep, jij gaat terug naar het ziekenhuis. En zodra je erbij mag, probeer je wat uit die mag met los te krijgen. Ja, zeker. Dan gaan we. Jager hier. Ja. Ja. Ik ga vast, zodra ik wat weet, geef ik een belletje, oké? Okay? Ja, dat is goed, ik hoor van je, hoor. Dag. Nee, daar ging hier iemand weg. Nou, laat hem maar even wachten beneden in de verhoorkamer. Ja, ik kom zo. Frans Valster is beneden. Die student die hij... Ja, ik ben benieuwd wat hij heeft. Ga even mee, misschien. Dus als ik het goed begrijp, heeft het niets met de zaak te maken. De zaak? De moord op juffrouw Blijleven. Ja, maar nee... Ik geloof het niet, tenminste. Waarom kom je dan mee? Nou ja, u bent de enige bij de politie die ik ken. En ik dacht... Ik vraag meteen maar aan de inspecteur. Ja. Ja, ja. Nou, we hier toch zitten, vertel maar eens van voor aan het aan. Nou, hij is weg. Hij is al een paar dagen spoorloos. Die Peter Toren is toch een van de jongens die bij jou was toen... Toen haar ontdekte. Ja. Ben je met hem bevriend? Nee, eigenlijk niet. Peter is altijd nogal op zichzelf. Ik kreeg nooit goed hoogte van hem. Maar we zaten samen bij het studententoneel. En... Waar maak je je dan druk om, omdat hij weg is? Ja, weet u, ik maak me eigenlijk niet zo druk, maar... Wat nou? Nou, de huishoudster, mevrouw Mulder. Ze leek helemaal overstuur. Ik belde op om een nieuwe afspraak te maken voor repetitie. Wanneer was dat? Gisteravond. Nou, mevrouw Mulder nam op. Nee, ze zei dat hij er niet was. Maar ja, ze deed zo raar. En toen ben ik er maar even naartoe gegaan om te kijken. De huishoudster. Waar zijn ouders er dan niet? Ja, die zijn er nooit. Zijn vader is altijd op zakenreis. En zijn moeder heeft vriendjes waar ze het hele jaar door vakantie mee viert. Ja, Peter is een beetje opgevoed door die huishoudster. Goed, je bent er dus heen gegaan. En toen? Nou, mevrouw Mulder was in alle staten. Peter is in de maandagavond niet meer thuis geweest. Is dat ongewoon? Blijft hij niet wel eens meer een paar dagen weg? Soms, een nachtje. Maar nooit langer. Maar daar ging het eigenlijk niet eens om. Ze heeft een telefoongesprek afgeluisterd. En dat heeft haar zo bang gemaakt. Een telefoongesprek, wanneer? Ja, het moet zondagavond geweest zijn. En jullie waren zondagavond toch? Ja, dat is hij was thuisgekomen van de repetitie. Ze hoorden hem op de gang en toen ze ging kijken was hij aan het bellen in de hal. Met wie? Dat wist ze niet. Ze heeft hem geen naam horen zeggen, maar wel... Hallo, ben jij het? Zeg, die rotzak zal het toch niet gedaan hebben? En toen... Ja, je doet maar, ik trek me terug. En waarom maakt die vrouw zich daar zo druk om? Dat kan toch op van alles aan? Ze zei dat Peter de volgende dag verschrikkelijk zenuwachtig was geweest. Maandag dus. Nou, s'avonds is hij weggegaan en niet meer teruggekomen. Zullen wij zelf eens even met die mevrouw Mulder gaan praten? Ja, dat is niet zo gek. Waarom heeft ze geen aangifte gedaan van vermissing? Ik geloof dat ze op het punt heeft gestaan, maar... Ja, ik ben nog met haar gaan kijken bij de plas of hij daar soms zat. Bij de plas? Ja, daar heeft de familie een weekendhuisje. Dat heeft Peter zijn vader in de tijd laten bouwen. Eigenlijk alleen voor zijn kinderen. Die zeilden daar en zo. Kinderen? Heeft Peter broertjes en zusjes? Eén zusje, ja. Maar die woont al een jaar of drie niet meer thuis. Die hadden ze wel bekeken, geloof ik. Ze is getrouwd met een Zuid-Amerikaan en ze is in Brazilië gaan wonen. Nou, bij mijn weten is ze nooit meer in Nederland terug geweest. Heeft Peter geld? Oh, ze barsten daar van de centen. Hij kan zich permitteren wat hij wil. Veel meer dan wij in elk geval. Ik bedoel, ik moet rondkomen van een studiebeurs. Lisa ook. Maar Peter, die... Oh. Maar ik moet zeggen, hij is er niet gierig mee. Dan niet. Hij betaalt vaak voor ons. En heeft hij een eigen auto? Ja. Hoezo? Nee. Dan zou hij overal kunnen zitten. Herstel, check eens Schiphol eens even. En bel meteen de bankencentrale. Oké, ik ben zo terug. Bankencentrale? Kijken of hij een bankrekening heeft en of hij deze week veel geld heeft opgenomen.
Oh, ja, en dan kunt u zien of dat... Jij brengt dus die verdwijning helemaal niet in verband met wat er zaterdag is gebeurd... of met de ontdekking van zondag? Nou, nee, ja, ik weet niet. Goed, we zullen zien. Dat weekendhuisje, waar is dat? In het Wilgenbos, aan het Nieuwmeer. Vanaf de grote weg kijk je over het water heen, tegen de voorkant aan. Nou, het ziet er van buiten best leuk uit, maar binnen is de rotzooi. Wat kun je nog meer vertellen over Peter Toren? Ja, wat wilt u weten? Ja, hij is niet zo goed. Ik bedoelde in zijn studie niet. Hij mist het ene tentamen naar het andere. Ja, hij heeft er niet zoveel zin in, geloof ik. Maar ja, hij moet studeren van zijn vader. Welke richting? Rechten. Je zei dat hij wel eens een nachtje weg bleef. Zei ik dat? Ja, dat zei je. Hoe weet je dat? Heeft hij een vriendinnetje? Niet dat ik weet. Nee, ja, het kan natuurlijk best. Ik vroeg, hoe weet je dat hij wel eens 's nachts weg bleef van huis? Ja, dat weet ik niet. Het zei de huishoudster. Zei ze ook wanneer hij bijvoorbeeld was weggebleven? Nee. Dat zullen we haar dan nog wel eens vragen. Waarom? Routine. Vertel eens, was Peter erg geschrokken toen jullie Hanny Blijleven ontdekt hadden? Erger dan de anderen? Ja, daar heb ik niet zo erg op gelet. Je waren natuurlijk allemaal een beetje in de war, dat snapt u wel. En Lisa, ik begrijp het, ja, ja, ja. Dus je weet het niet? Nee, ik zou het niet kunnen zeggen, nee. Kende hij een zekere Jozef Minderbroeder? Jozef, wie is dat? Die vent van dat boutiekje tegenover de sigarenwinkel. Oh, ja. Ja, er zitten soms kort allemaal nieuwe jongens. Ja, dus weet ik niet. Maar waarom? Denkt u dat het iets met zijn verdwijning te maken heeft? Laat het vragen nou maar aan ons over, hè. Zo. En? Nou, we zullen ver moeten zoeken. Meneer is dinsdagmorgen naar New York gevlogen. Zo. Is Peter naar Amerika? Zijn auto staat op het parkeerterrein voor langparkeerders. Maar wat gekker is, hij heeft geen bank- of girorekening en toch heeft hij zijn ticket contant betaald. En, wat vond je van mevrouw Mulder? Ja, zou ze. Nou, die van zei het al. Moedertje, hè? Tja. Ik heb zo'n idee dat ze zich niet voor niets dodelijk ongerust maakt. Waar zit je aan te denken? Dat hele verhaal van gisteren, hè, dat laat me niet los. Dat van die krant. Die serie overvallen op vrachtwagens. En die serie moorden op de jonge mensen. Ja, ik heb wat rondgetelext, maar niemand kan bevestigen dat er enig verband bestaat tussen de moorden en de overvallen. Misschien bestaat er een verband tussen het haastige vertrek van meneer Peter Toren en die overvallen. Misschien. Ja. Nou ja, het is maar een theorie hoor. Je hebt gehoord wat mevrouw Mulder zei. Ze wist zich precies te herinneren dat Peter de nacht van de 22e april niet thuis geweest was. En in die nacht is een van de overvallen gepleegd. Precies. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar... de chauffeur van de verdwenen wagen wist zich te herinneren dat het jonge mensen waren die hem hadden aangevallen. Ja, jij zit te denken aan een jeugdbende of zo. Ja. Een goed georganiseerde jeugdbende. Ja. Geen van die vrachtwagens is ooit teruggevonden. Nou, dan moet je in dat kleine landje van ons toch wel een verduveld goede organisatie hebben, wil je dat klaarspelen. Ja... een jeugdbende en die doorslag wordt afgemaakt. Tenzij wat? Tenzij je maakt dat je wegkomt, zoals onze vriend Peter. Tja. Het is een sluitend verhaal, daar hebben we geen enkel aanknopingspunt. En waar past Hanny Blijleven in deze theorie? Ze kan iets geweten hebben van een van die knapen. Kan iets inzitten, ja. Maar ja, hoe kan een vrouw van 50 die amper naar huis uitkomt iets weten wat een ander niet weet? Misschien omdat ze slimmer was dan andere mensen. Tja, maar in elk geval niet slim genoeg. Anders zaten we nou niet meer tegelijk. Waar rij ik eigenlijk heen? Ik wil dat zomerhuisje wel eens zien aan het Nieuwe Meer. Wat een verrukkelijke stilte. Ja, leuk huisje. Tja. Als je geld hebt... dan kun je leven zoals de familie Toren leeft. Leuk, hè? Vooral voor de kinderen. Je hebt wel weer gelijk. Natuurlijk, daar wordt voor betaald. Kom, laten we eens binnen gaan neuzen. Ja. De voordeur zit dicht. Nou, hier. De achterdeur is open. Kom maar.
dan al wat een bende, zeg. Nou, zet het wel. Er is hier in geen jaar een bezem doorgehaald. Hier. Ja, etensresten. Schimmel erop. Toch ziet het eruit of er kort geleden nog iemand geweest is. Ja. Frans Valster nog wel Mulder. Nee, als dit allemaal bedorven. Behalve die appelstaart, die zien er nog redelijk fris uit. Peter Toren. In de nacht van maandag op dinsdag. Kan zijn. Kan zijn. Laten we maar eens verder kijken. Ja. Tjonge, jonge. Ook wel een puinhoop. Het is toch doodzonde. Tja. Iedereen heeft alles maar achter zich laten slingeren. Kranten? Hè? Nee. Een paar bladen, allemaal van verleden jaar. Er is wat afgerookt hier, zeg. Kijk eens. Hé. Hey. Wat is er? Bristol Players. Daar zitten peuken van Bristol Players tussen. Wat is er mee? Weet je wie die rookte? Nee. Anton Pietersen met twee S'en. Bristol Players, zei je? Ja, een nieuw merk zijn dit. Waar heb ik dat toch meer gehoord? Er wordt nogal reclame voor gemaakt. Nee, dat is niet. Nee. Nee. Bij een van die overvallen langs de kant van de weg is een half opgerookte sigaret gevonden in de berm. Bristol Players. Ja, ik weet het zeker. Waarschijnlijk weggegooid toen ze in actie kwamen. Ah, wie haalt er nog zo'n stom die tijd uit? Ah, het zal toch niet de eerste keer zijn dat iemand erin stinkt door een weggegooide peuk? Ach, de halve wereld rookt er tegenwoordig. Ik heb er de griep ook al mee gezien. Ach, weet je wat het rotte is van ons werk? Als je eenmaal een theorie hebt, dan probeer je daar al in te passen. Ja, de mensen moesten ons eens aan het werk zien. Als dat allemaal achter de rug is, dan staat er een gelikt verhaal aan de krant, alsof we van het begin af aan recht op ons doel zijn afgestevend. Ja, maar al die losse eentjes, al die dode sporen, al die draadjes waar we getrokken hebben en waaraan niets zat. Ja, een mooie lyrische ontboezeming, vriend. Maar ook daar schieten we niets meer op. Nee, we kunnen beter die Pieters en onze vriend minder broeders dus wat nader aan de tand voelen. Dat kan wachten. Ik wil eerst die Frans Valster nog eens even spreken. En zijn vriendin Lisa. Die hebben op de avond van de moord zitten briefje bij Anton en zijn vriendin Therese de Jacht. Ja, dat klopt. We hebben niks gehoord of gezien. Nou, daar hebben we al een verklaring over afgelegd. Of denkt u soms... Wij geven elkaar met ons vieren een mooi alibi voor het geval u mocht denken dat een van ons mevrouw Blijleven heeft doodgeschoten. Hoe laat bent u begonnen? Kaarten? Ik denk nu of 10. Ja, kwart over 10, denk ik. Ja. Kun je je nog herinneren hoe het gegaan is? Ik bedoel, het spelverloop. Nou, dat zou ik echt met geen mocht. Dat weet ik niet hoor. Nou, misschien kan ik jullie een handje helpen. Wie begon er met geven? Oh, dat doet Therese altijd. Maar ik ben bang dat dat het enige is dat ik nog weet. Ja, wacht eens. Ik geloof dat ze met klaver opende. Ja? Ja. Nou, toen noemde ik schoppen. Nou, toen had je meteen het pad aan dansen. Ja, want Anton paste. En Therese kwaad? Ja, die speelt altijd met mes op tafel. Na de opening wilde ze weten wat Anton in handen had. Maar hij zei dat hij niet genoeg punten had om te bieden. En daar kan hij er razend mee maken. Ja. Want achteraf blijkt vaak dat zijn hand veel beter was dan hij geannonceerd had. Op die manier kom je nooit tot een goed bod, zegt ze. Achteraf bleek ze nog gelijk te hebben over. Ja. Want Lisa en ik speelden tenslotte 3 sans. Hm. Nou, toen kwam de aap uit de mouw. Anton bleek een 5-kaart met 2 honneurs in ruiten te hebben. Nou, ze zagen kans die kleur helemaal uit te spelen. En wij gingen voorachtig nog 1 down. Ja. Ja, zo is het ongeveer gegaan, hè? Ja, geloof het wel. Ja. En het volgende spel? Nou, Anton heeft eerst een glas sherry ingeschonken om Therese weer in de humeur te krijgen. En toen hebben Frans en ik 3 schoppen geboden. En ik heb gespeeld en ik ben 1 down gegaan. Ja, daarom weet ik het nog. Ja, had je het hoeven niet goed geteld. Maar ja, dat overkomt iedereen wel eens, hè? En toen? En toen heb jij de manche gehaald. Ja, klopt. Ja. Met 5 ruiten, als ik me goed herinner. Ja. En het volgende spel? God. Nou zeg. Je zit ons altijd op de keel, denken, hè? Nou, hè? Ja, je begint er plezier in te krijgen, geloof ik. Ja, wij hoopten natuurlijk dat we de robber zouden halen bij het volgende spel. En dat is gelukt ook, ja. Kwamen Therese en Anton helemaal niet aan spelen toe? Nee, in het begin niet. Tot grote ergernis van Therese. Kijk, ze konden niet openen. En dat volgende spel hebben ze ons gedoubleerd en wij hebben het gemaakt. Dat was me wat. Wij hadden de robber. Zie je nou wel dat het niet zo moeilijk is om het allemaal terug te halen? Nee. Ja, dat is uw werk, hè? Mensen hun geheugen opfrissen. Ja, maar dat komt alleen maar omdat we de wind mee hadden, hoor. Dat gebeurt niet zo vaak, daarom onthoud je het. Ja. Blijft degene die zijn kaarten op tafel heeft gelegd altijd zitten terwijl zijn partner speelt?
Hoe bedoelt u? Ja, dat is natuurlijk wel volgens de regels, hoor. Maar wij staan wel eens op om intussen een kopje koffie in te schenken of een hapje klaar te maken in de keuken. Is dat die avond ook gebeurd? Dat was best mogelijk. Ik weet niet meer zo precies. Weet jij nog, Frans? Ja, ik weet wel dat er op een gegeven moment de schaalkoekjes op tafel stond. Oh, ja. En later wat hapjes en zo. Ja. Grenst de keuken aan de kamer? Nee. Nee, die is aan de overkant van de gang. Dus je kunt degene die in de keuken bezig is niet zien? Nee, je hoort zelfs niets vanuit de kamer. Het is zo'n groot huis. Ja, ik ken het. Begrijpt u wat ik bedoel? Wat? U bedoelt dat ieder van ons even naar de overkant gelukt kan zijn om tante Hanni dood te schieten? Fluitje van een cent, nietwaar? Kom. Ik wil alleen maar zeggen dat een alibi wel eens minder waterdicht kan zijn dan het lijkt. Hoe ging het volgende spel? Nou ja, zeg, u kunt moeilijk van ons verwachten dat we de hele Britse avond gaan zitten reconstrueren, hè? Ik weet het niet meer. Denk maar eens goed na. Sigaret? Zij wilde natuurlijk. Nee, dank u, ik rook niet. Rookte Peter Toren? Wat? Ik weet niet. Nee, nee, die rookt niet. Peter? Nee. Nee, ik ook niet, dank u. Ze wilde natuurlijk revanche nemen. Oh, ja. Ja, dat is waar. Ja, Therese heeft klein slimhartig geboden, geloof ik. En vermaakt? Zij wel. Mag je dan niet? Mag je dan niet? Ze kan zo pinnig zijn. Het geeft wel eens wrijvingen. Maar ze zal ze pas wel niet bedoelen, denk ik. Nou, ik bewonderde, hoor. Ja, ze rooit het toch maar helemaal op er eentje. Die jongen veranderen en dan de zaken. Ze heeft Anton, toch? Ja, die doet alleen administratie. Verder mag hij zich nergens mee bemoeien. Nee, Anton is een mooie jongen. En ze wil niet dat hij in de zaak komt bij al die dames, snapt u wel? Nou, natte hoofden met rollen zonder een droogkap werken nou niet bepaald erotisch, nou ja. Zou ik... Moet u nog meer weten? Nee, dank je. Zo is het wel genoeg. Maar houden jullie je wel te beschikken. En deze man heeft zomaar op u geschoten in het winkelcentrum. Daar wil ik dan een beetje met u over praten. De dokter heeft de kogel eruit gehaald. Mm-hmm. Hebt u de dader gezien? Nee? Een vergissing. U hoeft niet bang te zijn. We willen alleen maar weten of u de man kent die op u geschoten heeft. Ik heb hem niet gezien. U hebt hem niet gezien. Goed, goed. We hebben u gezocht. Ik heb niets gedaan. Nee, dat weet ik wel, Maar kunt u ons iets vertellen over de 27e april? Ik bedoel, afgelopen zaterdagavond. Toen bent u sigaretten gaan halen, nee? Sigaretten? Ja? Ik niet weten. Nou, denk eens goed na. Denk eens goed na. Ja, ik weet het weer. Mooi. U bent naar de sigarenzaak op de hoek van de Loskade en de Kruisstraat gegaan. Daar hebt u aan de deur gedammeld... En naar binnen gekeken. Ja, dat is waar. Juist. En wat zag u toen? Niet. Gewoon de winkel. Er was niemand. Brandde er licht? Natuurlijk brandde er licht. Anders had ik niet naar binnen gekeken. Ik dacht, die juffrouw is nog op. Want en brandde licht. Ja. Wat hebt u gedaan toen de juffrouw niet opende? Weggegaan. Een eentje verderop is een automaat. Daar heb ik een pakje sek getrokken. Juist. Hebt u iemand gezien toen u bij die winkel wegliep? Twee jongens bijvoorbeeld? Er waren nog veel mensen op straat toen. En hoe bent u toen weer teruggelopen naar huis? Teruglopen? Ja. Dezelfde weg teruggelopen. U bent dus weer langs de winkel van de juffrouw gekomen? Ja. Juist. Hoeveel tijd lag daartussen? Ik bedoel... Tussen het moment dat u aan de deur had gerammeld en het ogenblik dat u de tweede keer langs de winkel kwam. 10 minuten, 1 kwartiertje. Mehmet kijken voor het raam van de fotowinkel. Voor foto te stellen, weet u wel? Ja. Toen even op broek over de kade gestaan. Mooie maan. Toen terug. Hebt u misschien iemand uit de winkel zien komen? Of stond er misschien iemand voor de etalage? Of... Op de hoek van de Loskade? Veel mensen op straat. Er was muziek in de frietwinkel. De frietzaak, ja. Dus er is u niets opgevallen? Nee. U kunt zich niets bijzonders herinneren? Nee. Goed. Dank u wel. Wacht eens. Ja, er is iemand op mijn voet gesprongen. Uw voet? Wat zegt u?
Wat zegt u daar? Op mijn voet, dat deed zeer. Ik heb een nasseer op mijn teen. Eksterhof bedoelt u? Ja. Eksterhof. Ja, hoe juist. Hoe ging dat? Waar liep die man? Het was geen man. Hij liep niet. Wat vertel je me nou? Het was een jongen. Stondjongen. Een? Stondjongen? Ja. Hij sprong over de schutting op de kade. Ja. Hij sprong zo op mijn teen. Ik schreeuw, geef hem klap. Ja, wat gebeurde er toen? Hij reed hem weg. De hoek om, de straat in. Hebt u gezien waar hij heen ging? Nee, mijn voet deed zeer. Ai, met dansen van pijn. Kunt u die jongen beschrijven? Hoe zag hij eruit? Ik weet het niet. Donker daar. Hoe groot was hij? Veel kleiner dan ik. Kleiner? Hoe oud denkt u dat hij was? 16? Ouder dan 16? Nee. Een jongen, zoiets als de zoon van Michael. Ja? 10 jaar, kind. En die kwam over de schulling? Met een grote verraad. U hebt gehoord dat de juffrouw uit de sigarenwinkel vermoord is, hè? Ja, jammer. Zij was vriendelijk tegen mij, met. Mm-hmm. Ja, ik moet nu gaan. U hebt ons goed geholpen. Tot ziens. Wat gebeurt er mee, meneer? Ik ben hier illegaal. Ik zei u al, u hebt ons geweldig geholpen. Weet je wat, ik zal een goed woordje voor u doen. Dan komt alles best voor elkaar. Dankjewel, meneer. Ik was... Nee. Bang. Bang niet zijn, niet bang zijn. Hoeft u helemaal niet te zijn. Zorg ervoor dat u heel veel verbeterd wordt. Ja. Meneer heeft weer wat. Nou, daar hebben we iets aan, hoor. De moordenaar is dus een jongen van een jaar of 10. Als je nog eens wat hebt. Wacht eens. Ik denk dat ik weet wie die jongen is. Je weet wie die jongen is. Wat dan? Weet je nog, toen we terugkwamen uit die boutique van Minderbroeder, dat we toen langs de achtertuinen van de huizen aan de Kruisstraat gelopen hebben. Je hebt me er toen zelf op gewezen. Wat die vuur door? Precies. De hele achtergevel van de kapperszaak is ermee begroeid. Huh. En jij, herinner jij je nog, Pietje? Je bedoelt dat zoontje van Therese, met die vuile handen? Ja, en niet alleen vuil, ook geschramd. Ben je door een kat gekrapt, vroeg zijn moeder nog. Je bedoelt dat Joch heeft zich s'avonds uit het raam laten zakken? Die wel een stevig touw gebruikt hebben. En is naar de tabaksjuffrouw gegaan, uitgeleken op de avond van de moord? Waarschijnlijk deed hij dat al vaker. Je voorbij leven hield van kinderen. Herinner je nog dat rolletje erop, dat daar was? Het sluit als een bus. Je zit bij Hanny televisie te kijken. Er wordt gebeld, Hanny loopt naar voren. Even later een schot, Piet schrikt en vliegt over de schutting. Hij kan zelfs de moordenaar gezien hebben. En omdat hij bang was, heeft hij tegen niemand iets van gezegd. Ga mee, dan zullen we het horen. Heren? Dag, mevrouw de Jacht. Wat kan ik voor u doen? Is uw zoontje thuis, Pietje? Ja, wat is er? Heeft hij iets uitgehaald? Waar is hij? Op zijn kamer, denk ik. Wat wilt u van hem? Kunt u ons even de weg wijzen? Deze kant op. Is dat nou echt noodzakelijk om zo de salon binnen te vallen? Ja, het spijt me, mevrouw. En het feit dat u mijn zoon wilt spreken zonder dat u zegt waarover bevalt me ook al niet. U weet dat uw zoontje s'avonds wel eens uit het raam klimt. Wat zegt u? Dat is onmogelijk. Ach, dat zou Pietje. Is dit zijn kamer? Ja. U hebt geen bezwaar als we hem daar een paar vragen over stellen. U kunt er rustig bij blijven. U denkt toch niet dat... Mama? Zo, jongen. Oh? Vertel jij ons eens over zaterdagavond, toen je uit het raam bent geklommen om bij mevrouw Blijleven televisie te gaan kijken. Nou, ik ging wel eens mee naar hem toe. Nou, vertel ons dan maar eens precies wat er die avond is gebeurd. Krijg ik dan geen straf? Nou, ik zal wel een goed woordje voor je doen bij je moeder, hoor. Nou, vertel eerst maar eens. Nou, we zaten televisie te kijken. En toen werd ik gebeld. Tante Hanny ging open doen. En toen hoorde ik een knal. Ik ging kijken, maar ik zag tante Hanny niet meer. Wel die man die wegliep. Wegliep? Waarheen? Ik weet niet. Naar de boutique, denk ik. Naar de boutique? Ja. Het was Koos Schenkel. U hebt geluisterd naar het derde deel van Achter het Net Gevist.
Een hoorspel in vier delen, geschreven door Jackie Lawrence Koop. Bewerking Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Erik Jager, Paul van der Lek. Fons de Griep, Jan Borkus. Ben Herstal, Hans Vierman. Frans Valster, Kees Broos. Lisa Molenkamp, Martine Krijfkeur. Mahmet, Murat Dogonjigit. Therese de Jacht, Bruni Heinke. En Pietje, haar zoon, Vincent Westbroek. Technische realisatie, Leon Dubois en Ad van de Ven. Regie, Hero Muller.